Werken over de grens is anno 2013 een heel stuk gemakkelijker geworden. Jongeren die over de grens werk zoeken, kunnen rekenen op de steun van diverse organisaties, zoals vakbonden, bemiddelingsdienst of arbeidsbureau en het EURES-netwerk. Wij kunnen met heel veel vragen bij EURES terecht. Zij doen ook een stuk werving voor ons. Zij zoeken potentiële kandidaten. We doen een stuk speeddating samen met hun. Dat wordt perfect geregeld. En dan heb je ook nog Team GWO en het bureau Belgische Zaken. Er zijn heel veel mensen die er met vragen zitten. Een inwoner van België bijvoorbeeld, die dat over de grens in Nederland of in Duitsland werk gaat zoeken. Die kunnen wij dan informeren waar dat hij of zij tegenaan loopt. Waar moet ik belasting betalen? Bureau Belgische Zaken, daar maken wij mee samen op spreekuren. En zij informeren dan over sociale zekerheid. Dan moet je denken aan pensioenopbouw, ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheid, kinderbijslagrechten. Werkloosheid richten. Dat is alles wat onder sociale zekerheid valt in beide landen. Tot slot worden regelmatig jobbeurzen georganiseerd om jongeren te stimuleren om over de grenzen heen te kijken. Ben, moi, je suis prêt à travailler dans toute la Belgique, en fait. Donc, flandre ou pas flandre, je suis prêt à faire les efforts pour apprendre la langue. J'aurais même préféré aller dans une autre région ou bien dans un autre pays travailler. Et pourquoi? Ben, j'aime bouger, j'aime découvrir, j'aime être au contact d'autres cultures, alors ça m'intéresserait. Pour le moment, ici dans la région de Liège, l'emploi c'est pas très facile, donc j'avais pensé déjà migrer vers Bruxelles pour trouver un emploi. Et finalement, Maastricht c'est à 30 km de Liège, donc ça peut être intéressant aussi. Quand on cherche pas de barrières. C'est comme l'amour, dans l'amour il n'y a pas de barrières. Wilt u ook uw grenzen verleggen? Surf dan naar deze website.